De video die je nu gaat zien is al lang geleden opgenomen, ergens in de zomer. Maar aangezien we de bestanden hiervan tot vorige week ongeveer kwijt waren, hadden we zelf ook niet meer verwacht dat jullie deze überhaupt zouden gaan zien. Inmiddels heb je wellicht andere grote kapsalons voorbij zien komen op YouTube. Maar ja, je kijkt deze video ook maar lekker gewoon. Fakka, mag ik misschien een kleine kapsalon bij jou bestellen? Die zou ik niet nemen, man. Ik zou die merch pakken. Die nieuwe merch van de bankzitters. Oh, die merch ziet er wel goed uit, ja. Maar wat zit er allemaal in die kapsalon huts eigenlijk? Hoe kan je niet lezen? Het is Kapsa Del Huts! Tja! Oh, dan zou ik die graag wel lusten, ja. Ja. Wil je meenemen of hierop eten? Nou, ik dacht misschien kan ik hem wel samen met jullie zelf maken. Is goed, Appie. Je werkt toch bij ons. Dit is promotiefilmpje. Kom maar weer terug. Mensen, dit is promotiecode, hap toch? Zoals je weet heb ik 6 jaar lang in Bosselongen gewoond. Daar heb ik alle fijne kneepjes van de straat geleerd. En daarnaast was er ook een hele lekkere lunchroom. Hele lekkere lunchroom. Pizza's 5 euro, kapsalon 7,50. Maar vandaag gaan wij iets doen wat je daar niet kon bestellen. Is het bij deze weer tijd voor mij als... Zoals ook bij mij in Bosselongen zijn. Bosselommer, we laten geen sporen achter. En dat doen ze ook in de keuken niet. Ah, ja. Nee, maar even wat je allemaal gekocht. We gaan een grootste maken. We gaan kapsalon huts maken voor meneer Klant. Dat zou ik echt lekker vinden. En er wordt de grootste kapsalon ooit gemaakt in de wereld, denk ik. Speciaal voor de opening van de Eetak. Oh, Houdini! Geïnvesteerd! Dit is de structuurvet. Ja, dat weten we. Dit is het bakje van de grootste kapsalon. Wordt dit het bakje? Dit wordt het bakje van de kapsalon. Verdeel de taak even, want jij hebt iets in je hoofd. Oké, ik heb iets in mijn hoofd. Dat is namelijk Koen wordt chef frituur. Yes! Jij wil shawarma bakken, dat zie ik aan je oogjes. Ik doe wel de garnering. Wat doen wij dan? Niks. John Kokkola. Ah, lekker neef. Jij bent chef Bakje. Jij bent chef Overview. Nee, ik ben chef Bakje. Ik ben manager. Chef manager. Ik ben een manager van Business Zaken. Manager van Habibi. Wat ga je mee doen? Ja, weet niet, verzin er iets mee. Hierin verwerken bedoel je? Nee, maar gewoon hier weggooien. Dan zijn ze maar vol. Oké, maar dan gooi je ze gewoon in de prullenbak. Ja, maar dat is wel zonde. Oh, dan ga ik ze eerst helemaal in poppetjes snijden. Dan ga ik er een toneelstuk opvoeren. Voor een poppenkast, als soort Jan Klaassen. Leuk. En dan daarna stop ik ze in moret. Leuk. En dan wacht ik tot ze daar uitgroeien. Leuk. En dan knip ik ze af. Nee, dat is niet leuk. Ik heb hem net gekeken. Je moet 3 tot 5 minuten moet je 500 gram frituren. Maar het is 2,5 kilo. Ik zou, mag even interrumperen. Is het 2,5 kilo? Ja, dat tegen ze interrumperen met mensen. Ik zou het een minuutje langer doen. Ja. Dat het even wat krokanter wordt. En dan is het minder snel een soort van pap, zoals je bij normale kapsels hebt. Ik ben klaar voor die zwarme. Hé, hey, maar hoe die dop, moet je zeker zo eerst indraaien of is het niet zoiets? Kinderslot. Ja. Nee, dat werkt niet. Moet je met je vinger doen zo. Milo, doe jij eens met je vinger, dat kan je goed. Ik zou even prikken. Nou, kom op, een beetje mannelijkheid, man. Nee. Met je vinger, lul. Je duimpje? Ja, dat doet fucking pijn, joh. Dat is echt hard, hè. Koen drinkt voor het eerst Fernandes, is wel echt mooi. Sip in sommige. Waarom mag ik hier niet zo'n ding aan waar je hem zo normaal aan op? Gadverdamme. Hey, Koen, kun jij het gieten? Ja, jongen. Was ik even mijn handen. Daar gaan we. Koen, die kan niet. Je kan ook gewoon zo doen, hè? Let op. Doe je zo. Hut. En dan hup. Oh, want de chef zat naar mij moeien. Oh ja, sorry. Dan flik het erin. En gewoon gieten. Oh, ja. Dit werkt echt goed, man. Jouw plan. Met je chemische kutstudie. Zwarme bakken. Hats. Standje 6. Half uurtje. Niks meer aan doen. Hats. Beetje geknoeid. Binnenweb zitten daar. Maakt niet uit. Ik ben echt een zwarme zaak natuurlijk ook gewoon. Hop. Nou, en nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van. Het is gewoon een blote lekker. Een hapje. Bijt af. Dark. Lekker. Boeien, jongen, kook dadelijk. Niemand heeft het gezien. Kijk, ik zit allemaal op zijn telefoon. Ik ben niet onderdeel van de frituurcrew. Ik kijk niet uit. Jij ziet er echt goed uit, Rob. Wat? Koop nou die merchandise. Ik wil even, wij vragen niet vaak. Nee, dat wil ik even statement maken. Ik vind eigenlijk dat het belachelijk is dat wij dat nog moeten vragen. Want wij vragen echt helemaal nooit wat. Het staat nergens wat wij dat nu moeten doen. Wij worden door jullie worden wij gedwongen om dit nu te doen, hè? Ja. Zo niet onze eigen keuze eigenlijk. Ja. Hey! Hey! 3, 2, 1. Wow! Hey, kijk, en dan denk je het. Ik doe de deksel erop. Dan zien we niet wat er gebeurt. Nee! Maar hier! Hatsa! Weet je wat de kracht is van kapsalon? Dat je eigenlijk niet ziet wat er onderop zit, want dan zou je het echt niet meer lekker vinden, toch? Daarom moet je deze doorzichtige bak, dat kan nooit door de beugel, dat gebruiken ze ook nooit. Die moeten we dus bedekken met aluminiumfolie en dan krijgen we dat gevoel van een echte kapsalon. Dus dat is ook een leuke dagtaak voor mij. Wat een vet video-idee, man. Hey, willen jullie een leuk moment zien? Ja. Dit is het moment dat ik kan zien of ik wel of niet mijn best ga halen. Wat moet je halen? Gewoon voldoende. 6.1. Ik heb een 7.9. Hartstikke idee! Hoppakeetje! Tot 2 tafels halen. Ik heb een bachelor. Come on! Come on! Ik bestel die champagne. Shake it up. Shake it up. Ik bestel die champagne. Nou, leuk.
Dit is toch lekker, mint. Zo, is wel goed hoor. Goh, dit. Lekker hoor. Even laten uitlekken. Mannen, we deze voor de versieringen. Doe maar lekker veel knoflook. Doe maar lekker knoflook, ik hoef niet te zoenen. Ja, mooi. Sterker. Goeie, stevige friet. Klopt jongen, jij bent echt een geboren campingnaar, zie je dat? Campingnaar, dat is niet eens een compliment. Nee, dat zeg ik ook absoluut niet. Jongens, klein schoutje. Klein schoutje. Lekker de bakje. Wil je die friet er al in doen? Nee, doe maar nog even niet. Nee, het heeft wel die vibe toch of zo op een of andere manier. Ja, dat is wel ik vind het wel goed hoor. Nou, mooi. Hé mannen, dit is allemaal heel goed. Ik heb hier heel veel vertrouwen in. Ja. Dus ik ga hier nu even vandaan. Ik heb vertrouwen. Ik ga even de garnering. Nee. Ja. Ering. Milo. Krijgt de tering. Nee, het doet de garnering. Juist, we gaan aan de slag met de garnering. En dat is eigenlijk heel simpel. Dat is deze krop sla. Flonk. Deze krop sla. En al deze koude tomaten. Al deze koude tomaten. Trouwens. Wat op. Strike. Nee, die slaat eruit, kut. Sowieso moet je altijd eerst je groenten wassen. Dus maakt helemaal niet uit. Dat is echt tip 1 voor de kijkers thuis. Altijd je groenten wassen. Je kan zomaar nog een of andere tarantula in zitten. Zo, nou, prima gewassen. Het lekkerste aan de grote kapsalon is ook als je grote pakken slaat. Dit is eigenlijk perfect. Dus dit dief je er gewoon zo in. Huts. Bas, als je kijkt, voor jou kunnen we het ook even maken zonder slaan. Dat is helemaal geen enkel probleem. Dat zijn wij ook alweer. Dat is één slaatje dit, hè? Een aardig kopje vol. Deze gaat gewoon, ja, dit is, als je die kern hebt. Het is helemaal niet vies. Heel vies. En dan wat ook echt wel best wel cruciaal is tijdens het slaasnijden, is dat je goed gehydrateerd blijft. Dus pak daarvoor even een blikje Fernandez uit je buideltasje en ontpop die even. Dat is essentieel. Tomaat! We nemen een tomaat. Kroontje eraf, hè? Dat moet je onthouden, hè? Kroontje eraf. En dan slice. En er zijn veel mensen die slicen die tomaat. Zo. No go. Zo moet er gesliced worden. Kijk hier. En ook, laat het mes het werk doen, hè? Die punten erin, laat het mes het werk doen. En af en toe wees ook niet bang om af en toe wat risico te nemen, hoor, met je slice. Durf af en toe gewoon wat grotere plak aan te houden. Juist op zo'n kapsalon waar je allerlei verschillende smaken en texturen hebt, is het heerlijk om op zo'n wat dikker plakje te hebben. Wanneer je denkt, ik heb nou een flinke bunch, leg het even daar te rusten. Durf jezelf die tijd te gunnen. Dit is een episch moment, want dit is het moment dat de eerste vormen van voedsel, die gaan de bak in, hè? De bak in? Ja, die moeten zitten 6 maanden. Free koevoet. Ja, dit is echt, dit is oprecht kapsalon, vriend. Ja, maar dan moet het gebeuren, toch? Zo, nou, best wel veel. Best wel heel eind bij al. Zo, lekker. Ja, maar nu zit er wel heel veel vet nog. Ja, boeien. Ik moet zeggen. Krijg het een beetje body? Het begint wel een beetje body te krijgen. Het is goed voor de bloemetjes dit. Doe jij nou? Vind je dat lekker? Ja, er zit al heel veel vet in. Maar gaan we de rand halen, denk je? Denk je niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar wij zijn geen fakers die dan een dubbele bodem doen. En zo de helft halen. We hebben wel even over nagedacht, maar we hadden eigenlijk gewoon geen zin in. Wij zijn altijd real met onze kijkers. Zullen we gewoon zeggen dat we er geen fakers zijn? Nee, wij zijn geen fakers. We hadden er echt wel zin in, hoor. We don't have time for fake people in our lives. We only have work and money. Ja. Inderdaad, ja. Het is al best wel hoog, hoor. Ja, hoor. Koen, de video is nog niet lang genoeg, dus jij gaat even een mopje vertellen. Ja, deze mop zit ook al in mijn eigen video, maar ik vond het zo leuk om hier ook gaan vertellen. Oké. Okay. Ik moet het even goed zeggen. Waarom zit er een man met 7 spa voor zich in een restaurant? Spa? Ja. 7-up? Nee, dit is een stotteraar die graag spaghetti wil bestellen. Koen, de laatste frietjes zijn klaar. Godverdomme. Ik zie nu ook dat de stekkers er helemaal niet in zaten. Hoe hebben we dit gefixt dan? Gewoon nog op de warmte. Wie heeft meneer dit? 10 seconden geleden. Oh, ik trap je gewoon in. Ja. Dit is dus de laatste friet. Ik vind het best wel body hebben. Ja, dit is wel body, hoor. Vrij veel, hoor. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou zijn. Het is 7,5 kilo. Leuk, dit is rode shawarma saus. Dit is niet sambal. Dit kun je gewoon... Wil je een proef? Ja, dat doe ik. Maar mijn vingertje. Oh. Kijk, even voorproeven. Oh, wat heet je dit? Is dat lekker? Sambal? Die saus? Ah, een beetje pittig. Goed, best lekker. Het beleid erop. Niet al die jus en zo erin, hè? Alleen dat echt dat lekkere malse vlees. Nee, ik heb het meeste jus heb ik al afgegoten. Goed. Ja. Oh, dit is echt tandoe lekker. Lekker dan dit is oprecht lekker, hè? Oh, wat lekker, Gerard. Dit is mijn favoriete onderdeel. Dit is echt mijn favoriet. Nee, moet al die kaas erop. Ja, tuurlijk. Nee. Maar dan gaat het zeker niet smelten. Tuurlijk wel. Nee, want hoe meer het is, hoe langzamer het smelt. Nee, dat is niet zo. Maar we kunnen de heaters aanzetten. Nee, je moet niks meer zien. Je moet niks, want als het gaat smelten, wordt het dunner, hè? Dunner? Dan gaat het van zwaar, maar ineens naar dunner. Heel raar. Dit vond ik echt de leukste grap van deze video. Ik vind het meer wat weg hebben van lasagne. Oh, dat is raar, want er zit voor de rest helemaal niks in wat ook in lasagne zit. Nee, dit werkt wel, gast. Dit smelt gewoon tering erg. Ja. Holy shit. Dit is goed, hè? Dit is bizar. Nou, ik was laatst in een shawarma tent, zag ik die van met een strijkbout staan. Ik dacht al, wat doet die? Maar nu snap ik het. Ah, ik moet zeggen, het gaat me nog iets te traag. Nou, ik krijg hem niet eens aan. Dus, ik ga je niet flamberen, hè? Als je het te lang doet, dan wordt het hard. Dan moet je, nu moet je sla erop. Dit is gewoon weer hard. Doorpakken. Sla erop! Chef, gaan jullie even sloten, we gaan nu de sla erop doen. Ik vind dat helemaal top, Milo. Oh, lekker. Lekkere chunky. Het is wel chunks dit, hoor. Het zijn chunkies, hoor, dit. Ik heb nog nooit zoveel sla op een kapsalon gezien. Ik denk wel dat dit de gezondste kapsalon is die ik ooit heb gezien. Je knoflooksaus kan er nu overheen, trouwens, hoor. We hebben meer dan een liter. Ja, zo'n mooie lijnen maken. Kijk, zo doen ze dat altijd. Heerlijk, dit. Lekker, hoor. Dit is nog lang niet genoeg, dit.
Oh nee! Mannen! Smakelijk! Smakelijk! Zo, dan ik diep ook, hè? Ja! Zo! Is lekker? Met van alles. Nee, Lekker! Dat is gewoon heel goed te eten, hoor. Die kriet is niet sompiger dan normale kapsalonfrit. Nee, zo, ik heb hier een heel lekker appje, moet ik zeggen. Ik heb een heel goed appje. Het is oprecht gewoon lekker, dit. Voor de mensen die denken dat, dat wij dit zo weg gaan gooien. Klopt! Dat klopt inderdaad. Oh, kut! Hoe de fuck eet je dit ook? Ja, met je mond. Ik vind het oprecht lekkerder dan een normale kapsalon. Ja. En dat voor maar 12 euro, hè, Miele? Ik kan voor 12 euro een week eten. Dat weet ik wel. Je moet wel nog even betalen. Anders bestelen we je hele griet. Doen jullie sowieso wel. Okay. Ik geef thuis mijn fiets terug. Daar zijn we dan. Het belangrijkste van vandaag. Ben je tevreden over je bestelling? Nou, ik moet zeggen, hij smaakt me heerlijk. Ja, zeker. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Jullie denken wat gaan hiermee doen? We gaan opeten. Wij brengen dit naar... Dit wordt bedankt voor het kijken. Blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet te abonneren. En zoals Nelson Mandela altijd zei, een goede kapsalon eet je nooit alleen. Nelson Mandela.